bij Dit is Participatie Oostende. Ik ben Richie en vandaag zijn we hier met Levi van de Push Skateboard Academy Oostende. Dag Levi. Richie, blij te zijn. Alles in orde? Alles in orde. Oké. Wat is uw functie binnen de academie? Wel, eigenlijk zijn we gestart met in feite een beetje mensen samen te brengen voor verschillende skateprojecten te doen, waaronder laagdrempelig, mensen leren skaten, ook meer topsport. Nu geven we ook les op school, mensen kunnen op school skaten worden en we hebben ook projecten voor mensen met een meer kwetsbaar profiel. Dat is ook een van onze core business. Wel, dat is ook eigenlijk de punchline eigenlijk is participatie. Dus hoe geef je eigenlijk mensen die eigenlijk weinig kansen krijgen de mogelijkheid om iets mee te doen of te participeren? Bij de start van Push Skate Academy merkten we dat er vooral mensen uit middenklasgezinnen bij ons kwamen, kids daarvan. En meestal hebben die kids ook vaak verschillende hobby's. Nu, als we zelf kijken naar de skaters in ons milieu die echt ook naar de top zijn gegroeid, kwamen die meestal ook uit de achtergrond, waar ze iets minder mogelijkheden hadden. We zijn ook meer op zoek gegaan naar die omgeving en zijn we eigenlijk van start gegaan door reducties te geven via Sportkans. Was dat vroeger, dat is nu Uitpas, waar daar kids bij, als ze bij ons komen, eigenlijk reductie krijgen als ze willen meedoen bij een kamp of voor een jaar inschrijving. En dan verder nog zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar subsidiemogelijkheden om eigenlijk met extra budget mensen te gaan ondersteunen in instellingen. Of we hebben het project kunnen binnenhalen Skate and Create, waar dat we met graffiti en skateboard workshops eigenlijk bij voorzieningen gaan. Kids die bijvoorbeeld in Ruisleden zitten of die in de berkjes zitten. En om die manier de mensen ook te proberen te prikkelen daarmee. Iedereen heeft talent en we moeten iedereen een kans geven. En daarom is het belangrijk dat wij met onze organisatie de omkadering en de sfeer creëren waardoor iedereen met zijn talent en iedereen met de juiste kansen kan doorgroeien tot wat hij wil worden of wil zijn.